In de politiek wordt vaak gezegd, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar in Sint-Oederode was dat maandagmiddag letterlijk andersom. Want daar kwamen Nicky Hazenberg en Renate Verstappen, twee medewerkers van de gemeente Meijerijstad, hun stem uitbrengen in het drive-in stembureau dat is gevestigd in Manege de Pijnhorst. En ja, wat doe je dan? Een collega van mij heeft de vraag gehad bij de drive-in uitleg van Veghel. Kun je ook te paard stemmen in de Manege de Pijnhorst, omdat het ook een drive-in locatie is. En daarop is gereageerd als ja en als grapje is het eigenlijk tevoorschijn gekomen dat wij te paard zijn gaan stemmen. Heel veel belangstelling hier vandaag voor deze manier van stemmen. Het komt niet vaak voor natuurlijk. En voor het paard was het ook even wennen. Ja, het is nogal een frisse tante. Dus ik vind sowieso dat ze het heel goed gedaan heeft. Maar het was wel serieus, want je hebt echt gestemd, hè? Ja, ik heb echt gestemd. Ik heb echt gestemd op een hele goede vriendin van mij. Is dit voor herhaling vatbaar, vind je? Of zeg je nou, het was eenmaal een leuke grap? Het was een leuke grap. Als het moet, dan doe ik het zo nog een keer. Brandstofprijzen zijn op het moment ook niet echt heel leuk. Maar het was voornamelijk als grap bedoeld. Ze zeggen in de politiek wel eens, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja, ik sta nou nog op de grond. Ik moet er nog op stappen dan, om te gaan. Succes. Dank je. En ook voor de voorzitter van het drive-in stembureau, Pepijn Soons, was dit een wel heel bijzondere ervaring. Ja, net heel, heel bijzonder met de paarden. Het was wel even wennen voor die beesten, zeg maar dieren. Ja. Ik moest wel eventjes in mijn tenen knijpen, want dat ze niet alles omver zou kegelen. Het was wel erg rustig trouwens verder, want veel auto's heb ik tot nu toe nog niet gezien. Nee, het is wat dat betreft heel erg rustig. Maar het is natuurlijk een vroeg stembureau nu. 14 en 15 maart kun je alvast gaan stemmen om de drukte op 16 maart te ontlopen. Dus wat dat betreft is alle stem is welkom. En daarom zijn we eigenlijk ook hier. Dus ik zou zeggen, kom allemaal stemmen. Nog. Hoeveel zijn er al geweest hier? Nu zitten we om 41. Dinsdag en woensdag kan er in de Manege de Pijnhorst, maar ook bij de drive-in stembureaus in Veghel en Schijndel, die daar bij de gemeentewerf zijn ingericht, nog gestemd worden vanuit de auto. Of een ander vervoermiddel natuurlijk. Want elke stem telt. En op elke manier naar de drive-in komen ook.